net afgestudeerd aan de PABO en is op zoek naar een baan. Ze solliciteert op een aantal vacatures en heeft goede hoop om uitgenodigd te worden voor een eerste gesprek. Directeur Egbert van basisschool Het Vogelnest is enthousiast na het lezen van Irene's motivatiebrief en hij besluit haar te googlen. De resultaten die hij daar vindt doen hem echter besluiten om haar niet uit te nodigen voor een eerste gesprek. Een aantal weken na haar sollicitaties ontvangt Irene helaas afwijzingsberichten. De Raad van Cultuur definieerde in 2005 het begrip mediawijsheid als het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Dat is natuurlijk een zeer juiste omschrijving, maar niemand die echt weet wat het betekent. Om mediawijsheid beter uit te leggen is het mediawijsheid competentiemodel ontwikkeld. Dat bestaat uit 4 hoofdgroepen en 10 competenties die je nodig hebt om als burger actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. De eerste groep is begrip en bestaat uit de competenties inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, oftewel bewustzijn dat je continu verbonden bent. Begrijpen hoe de media worden gemaakt, waarbij met name de doelgroep erg belangrijk is. En zien hoe de media de werkelijkheid kleuren, om vervolgens zelf natuurlijk een genuanceerd oordeel te kunnen vormen. De tweede groep is het gebruik en bestaat uit de competenties, apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken, waarbij het gaat om technisch vaardig zijn en een open houding hebben, en oriënteren binnen mediaomgevingen, om vlot tussen verschillende media te kunnen schakelen. De derde groep is communicatie en bestaat uit de competenties informatie vinden en verwerken, om relevante informatie snel te kunnen vinden en weer te kunnen delen met anderen. Content creëren, omdat burgers tegenwoordig vooral hun eigen media maken. En participeren in sociale netwerken, op een verantwoorde manier met elkaar om leren gaan. De laatste groep is strategie en bestaat uit het reflecteren op het eigen mediagebruik, om wel overwogen keuzes te kunnen maken en doelen realiseren met behulp van media, ten behoeve van je eigen leven. De rol van de gebruiker is per groep telkens verschillend. Bij de eerste groep begrip ben je als gebruiker met name passief bezig en bij de tweede groep juist actief met media. De derde groep communicatie kenmerkt zich door interactie tussen media en de gebruiker. En bij de laatste groep strategie is er sprake van een cyclisch proces. Voor elke competentie is een onderverdeling gemaakt in 5 verschillende niveaus. Zo kun je bijvoorbeeld voor de competentie informatie vinden en verwerken van de kleuter verwachten dat hij kan kiezen uit een pictogrammenmenu. Van een bovenbouwleerling mag je verwachten dat hij in staat is om juiste zoektermen te hanteren bij een open of gesloten zoekopdracht. En een student zou op het hoogste niveau een persoonlijke strategie moeten hebben om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale media vakinhoudelijke en educatief relevante informatie optimaal tot zich te laten komen. Bovendien weet de student deze informatie systematisch te beheren en deelt deze informatie wanneer wenselijk. Hij kiest daarbij voor verschillende doelgroepen, zoals leerlingen, naast de vakgenoten, collega's of ouders, telkens het juiste medium. Daarmee is het mediawijsheid competentiemodel een volledig en veelzijdig instrument, maar het staat niet in steen gegrift. Het is niet onwaarschijnlijk dat het model de komende jaren wordt bijgesteld of aangepast. Desalniettemin verandert het mediawijsheid competentiemodel de essentiële vraag van wat is mediawijsheid naar hoe mediawijs ben jij? Irene besluit om haar sociale media op te schonen en gedeeltelijk af te sluiten. Bovendien profileert ze zich online door een onderwijsblog op te starten. Daarin geeft ze haar visie op relevante onderwijskundige artikelen. Ook start ze met een digitaal portfolio om haar kwaliteiten te delen met de rest van de wereld. Via sociale media participeert ze nu op actieve en constructieve manier. Zo zet ze de media strategisch in.